Het is echt raar om jezelf zo terug te zien. Ja, jij kiest ervoor om met zo'n achterlijke struik op je hoofd te lopen. Je lijkt wel een kruising tussen kloontje en sap de aardwortel. Oh, wat een trage uitzending. Ze hebben echt alle leuke stukken eruit geknipt. Zullen wij mijn nieuwe serie bingen? Nee, Mars. Ik heb helemaal geen zin in die zoetsappige romcom. Een beetje respect, graag. Het gaat wel over mijn leven. Hé, hey, joh, jij hebt hem nog een leven, joh. Videoland heeft mij ook al 5 keer gebeld. Ik zeg, jullie mogen alleen een serie van mijn leven opnemen als ik word gespeeld door Leonardo DiCaprio. Of Barry Atsma. Hij is echt lekker. Hij staat echt hoog op mijn bangalijst. Majesteit, ga eens bier halen. Ga lekker in Lakai commanderen. Ik ben jouw hond niet. Willem-Alexander, nee, Klaus, George, Ferdinand van Oranje, Nassau van Amsberg. Max, dat was een grapje. Dat is van Hans Teeuwen. Je moet niet kijken naar Hans Teeuwen. Hij heeft wapens in huis. Ja, boeien. Ik heb toch ook wapens in huis? Echt waar, Willem? Ja, zijn opa's erfenis. Daar heeft hij nog pandaberen mee doodgeschoten. Dat is zielig. Nee joh, geintje. Alleen Duitsers. Oh shit, mijn moeder belt. Daar heb ik nou even zo geen zin in. Zij is echt vreselijk aan de telefoon. Oh, nou belt zij mee. Ik ga opnemen. Met Maxima. Willem, wat is het Videoland-wachtwoord? Zij wil mijn serie kijken. Opa Benno, met 2 hoofdletters. 88, hakenkruisje, uitroepteken. Heb jij het gehoord? Ik ga ophangen. Wij zitten Koningsdag terug te kijken. Dag. Waarom doet iedereen zo hysterisch over een kus van jou? Ik vind het echt zwaar overschat. Ja, zet me uit dan. Kunnen we beter ongehoord Nederland nog even terugkijken? Toen zijn we naar het Hof. Wil je nog meer extreemrechtse problematische poppenfilmpjes zien van dat vreselijke ongehoord Nederland? Like dan vooral deze video en abonneer je op ons YouTube-kanaal.